Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Pokémon Unite video. Vandaag gaan we even checken of we een battle met Zeraora kunnen winnen. Ik gebruik zelf altijd Volt Switch en Discharge omdat ik die het chillst vind. En eigenlijk wil ik naar het midden, maar Greninja zegt ik ga naar het midden. Nou, dan ga jij toch lekker naar het midden. En dit zijn de items die ik gebruik. En blijkbaar moet ik dus naar beneden met Charizard. En die heeft een leuke nickname over datum. Dus knal vast een duimpje omhoog voor de support. En vergeet niet om te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan gaan we gelijk beginnen. Nou, belangrijk natuurlijk om in het begin zoveel mogelijk kleine vijandjes te verslaan. Die eyepompjes en zo. En ja, dat is het belangrijkste, dat we die even weten te nakken. Hartstikke idee voor de XP. Lekker over datum. Lekker bezig met je Charmandertje. Hoppakee, lekker. Oké, we zijn in ieder geval wel sterk. We moeten alleen zorgen dat we niet zo snel doodgaan. Dus ik ben benieuwd tegen wie wij moeten hieronder. Ik zag al dat zij ook een Eldegoss hadden. Dus Lucario zo te zien. Ja, Lucariootje. Daar moeten we rekening mee gaan houden. En nou, dan gaan we snel deze proberen te nakken hier. Zo deze Audinootjes. Kom maar even helpen, joh. Ja, goed zo. Lekker, lekker bezig. Volgende Audinootje. Alles voor de XP. Zorg dat we al level 4 beginnen te worden. Aan het begin. We zijn nu bijna level 4. Net nog niet. Zijn hier al vijanden gespawnd? Nee, nog niet. Nou, dan gaan we eens even kijken wat mijn tegenstanders aan het doen zijn. Is hier een Lucario waar we rekening mee moeten houden? Ik zie wel de Eldegoss. Oké, dat was een lekkere combi. Ik moet even chillen. Even chillen. Ze zaten al op ons te wachten daar in het gras. Bovenin zijn Ninetales en Snorlax bij de tegenstander. Ik ben nu level 4 geworden. Nice. Oké, nou, dat was niet echt nodig dat ik daar naartoe dashte. Want Charmander die had hem al gesloopt. Hierboven is natuurlijk nog een enemy. Die ga ik dan maar even slopen. Charmander zegt dat ik hem moet helpen. Ga ik zo doen, jongen. Ik kom je zo helpen, Charmander. Ik kom je echt zo helpen. Ik kom je nu helpen, ja? Oké, onze Greninja heeft hun Greninja genakt. Dus dat is chill. Oh, ze waren al hiermee bezig, joh. Oké. Kom op, pak Lucario. Lucario, jammer. Oké, die gaan we niet meer pakken. Ik zag dat Eldegoss een schildje had. Nou, dan gaan we maar even deze proberen te slopen, deze Audino. Beneden is ook nog een Audino. Alles voor de XP. We hebben hier een beetje, ja, we zijn best wel chill hier allebei. Charmeleon hebben we ondertussen, die is geëvalueerd. We doen het rustig aan en de tegenstander doet het ook rustig aan. We pushen elkaar eigenlijk allebei niet echt. We zijn allebei een klein beetje aan het chillen. Nou, helemaal prima denk ik dan, maar Charmander pakt even wat XP op. Even kijken waar ze zijn, daar zijn ze. Oké. Ja, ik durf er niet in te dashen, eigenlijk. Want Lucario is de slag aan het opladen. Ja, kijk hem laden. Misschien kunnen we nu een push maken. Ja, misschien kunnen we nu een push maken. Als we Eldegoss kunnen slopen. Nee, toch maar niet. Ik ga een klein beetje terug. Ze gaan weer, ze gaan weer healen. Dus nou ja, dan heeft het allemaal niet zo heel veel zin. We hadden wel bijna. Dus het ging wel lekker. Ik ben wel benieuwd, jongens. Spelen jullie ook Pokémon Unite? Laat het even weten in de comments dan. Want dan misschien kan ik nog wat van jullie leren. Het wordt wel lastig, denk ik, hoor. Tegen een Eldegoss en tegen... Oh, en ook tegen Greninja, zie ik hier. Die komt hier ook even mee bemoeien. Dat is een beetje jammer. Niet slim. Even mijn item gebruiken, mijn eject button. Oké. Ik ga even een healing itempie pakken. Jullie willen dit zo doen. Beetje jammer, want zij hebben nu volgens mij zo'n beetje alle XP hier zo gepakt. Ik ga dood. Ja, Greninja kwam ons nog wel helpen. Net iets te laat. Ik ging ook eigenlijk erin terwijl ik er niet in moest. Maar ik wou eigenlijk nog wat van die XP jatten. Maar dat is helaas niet gelukt. Ik hoop wel dat we strakjes die Dreadnought beneden kunnen pakken. Het is daar denk ik 3-3. Ik heb inmiddels mijn Volt Switch ready, dus dat is nice. Even kijken. Zij gaan ook voor die Dreadnought. Oké, ik ga weer terug. Dit is moeilijk. Ik ga weer dood, joh. Freaking Greninja is al veel te sterk. Die is al level 8! Oké, dit wordt een ding. Hun Greninja is al level 8 en wij zijn level 6. Dat is een aardig groot probleem. Ik denk dat we hem daarop gaan verliezen, eigenlijk. Ik weet niet hoe sterk onze Greninja is. Ik hoop dat hij ook al aardig sterk is, maar... Hij is inmiddels al level 9, jongen. Level 9. Oh man, ja, zij hebben ook nog de Dreadnought te pakken. Ik ben heel bang dat wij dit niet meer gaan winnen, als ik heel eerlijk ben. Dit wordt een lastig verhaaltje. Alhoewel, we hebben nu wel... Ja, we hebben hun Greninja gesloopt. Oh man, ik werd wel heel hard genakt door die Lucario. Ik moet heel even hier chillen. Lucario die wil mij ook heel graag slopen. Hij gaat hard. Kom op, laten we hem pakken. Bijna. Nou, dan maar hier even wat XP fixen. Bij deze...
Kom op. Ja, nee, ze gaan denk ik die XP van ons jatten. Denk ik. Of niet. Misschien heb ik de XP nog, ik weet het niet. Onze Charmeleon wordt gesloopt. Nu dan moet ik ze proberen te... Zij zijn veel te high level al. Zij zijn al level 9 en level 10. Ja, dit gaan we al niet meer redden. Dit gaat hem al niet meer worden. Zij hebben veel te high level. Ik ben level 7. We spelen al tegen level 10 en 11. Nee, dit gaat hem niet meer worden. We kunnen nu al zeggen dat we gaan verliezen. Heftig. Confronterend. Hoe hebben zij dit zo snel gefixt, joh? Ja, dit is heel erg balen. Ja, misschien kunnen we nog een comebackje maken, maar ik heb er een beetje een hard hoofd in dat dit ons dit nog gaat lukken, jongens. Ik ben nu level 8. Ja, bovenin zijn ze wel beter bezig dan wij hier beneden. Nou ja, wie weet. Laten we gewoon doorgaan. Laten we gewoon de corefishes en dat soort dingen gaan slopen. Ja, wat nu? Wat te doen? Wij zijn veel te zwak. Wij kunnen deze Lucario denk ik niet kapot maken. Nee man. En ook deze enemies hier, die zijn waarschijnlijk allemaal voor hun. Ja. Ja, lastig. Ik zie het somber in. Ik zie dat Scorbunny ons komt helpen van boven. Wij hebben letterlijk geen één keer die combi's en zo kunnen pakken. Dus dat is wel echt een probleem. Nou, ik ga zo snel dood, jongens. Ik ga zo snel dood. Alsnog is het wel een close battle, zag ik net in beeld. Dus ik ben maar even naar boven gegaan. Even kijken of we hier wat kunnen doen. Ja, lastig allemaal. Ik ga met Scorbunny proberen om die Greninja te pakken of zo. Lekker, Scorbunny. Lekker. Als we dit nog winnen... Dat zou heel sick zijn. Dat ligt niet... Ja, dat ligt denk ik niet aan mij. Dat durf ik wel te zeggen. Scorbunny wordt hier genakt door Snorlax. Dit is wel sterk gespeeld trouwens. Hij is bijna kapot. Oh, wat jammer. Scorbunny gaat er bijna aan. Nee, Scorbunny gaat er net niet aan. Wij moeten hier even verdedigen. En eventjes XP farmen. Ik ben inmiddels level 10. Ja, het zal alsnog lang niet genoeg zijn, denk ik. Maar... Wat een strijd. Eventjes kijken hoor. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, kijk, de Zapdos is nu gaande. Kijk, we staan zelfs voor. Hoe dan? Hoe staan we voor? Oké, dit is chill. We staan zelfs voor. Hun Snorlax is kapot. Ik moet even... Ik ga gewoon mijn ult gebruiken op deze. Dan doen we het maar zo. Eldegoss is kapot. Nice. Oké, Eldegoss is kapot. Misschien dat we nu richting Zapdos kunnen... Oké, laat maar. Laat maar. Ik moet even terug. Ik moet even helemaal terug, denk ik. Even healen. Ah, dit moet uit beeld. Oh, jongens. Oké, we gaan blijkbaar toch voor die Zapdos. Ik denk dat Greninja zo even wat punten gaat scoren. En ik moet weer weg. Ik moet weer hard weg. Ik moet heel hard weg. Ik ga dood. Help me. Oké, we zouden kunnen winnen nu. We zouden gewoon nog kunnen winnen nu. Want Greninja van ons, die heeft even een flink punt gemaakt. Eigenlijk moeten we nu verdedigen. En moeten we denk ik niet te hard meer voor de Zapdos gaan. Want we staan voor. Als je voor staat, is het denk ik beter om niet voor de Zapdos te gaan. En nou, gaan we dit nou nog winnen? Niet voor de Zapdos gaan, jongen. Screw die Zapdos. We gaan punten scoren. Let's go. Ik ga de 50 maken. Hopelijk ga ik hier scoren. Dat betekent dat we weer 100 punten hebben. Onze Snorlax maakt hun Eldegoss kapot. Nou, dit zou heel sick zijn als we dit weten te winnen. 100 punten erbij. Oh nee, er zijn er een paar bij ons kapot. Ik ben heel benieuwd wat zij gaan doen nu. Deze Lucario die moet kapot. Lucario moet weg. Ook goed, dit is allemaal prima. Niet de Zapdos aanvallen, jongens. Niet de Zapdos aanvallen. Ja, lekker. Lucario kapot. Lekker, jongens. Lekker. Leerlijk bezig. Nee, niet voor de Zapdos. Oké, dan moeten we vol voor de Zapdos gaan. Dan moeten we het vol doen en dan lukt het ook.
En dan winnen we deze alsnog. Oké. En zo zie je maar dat je nooit moet opgeven. Want aan het einde was ik wel lekker bezig. Aan het begin ging het niet zo lekker. Je ziet dat we allebei niet zulke hoge scores hebben. 380 tegen 150. Het begin ging heel moeizaam. En aan het einde ging het goed. Onze Snorlax deed het heel goed. En gelukkig kon ik op het einde toch nog best wel helpen. Met mijn 100 puntjes erbij. Je ziet het. We hebben allemaal niet zo heel veel kills. Niet zo heel veel assists. Wat een beetje een rustig battletje. Maar misschien komt dat wel vaker voor op het moment dat je veteran begint te worden. En je ziet wel dat wij de twee sterkste tegenstanders onderin hadden. Lucario met 57 en Eldegoss met 53. Oké, Greninja van hun, ja, die kon zich ook bij ons bemoeien met 56. Maar bovenin ging het een stuk beter in het begin. Dus zeker ook kudos voor Snorlax en Squirtbunny, want die hebben het echt goed gedaan bij ons. Woe! Weer gewonnen. Lekker, man. Dit was echt een team performance. En we zijn inmiddels in Veteran Class aangekomen en hopelijk kunnen we snel door naar Veteran Class 2. Doe even een duimpje omhoog, jongens, en vergeet niet te abonneren. Het begin van Zerora was matig. Het eind van Zerora ging heel goed. En zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!